Deze dingen die horen bij de schoenpers. Dat is nog de oude schoenpers van Zierikzee. Ik denk dat die ook uit de jaren 40 is. Het is eigenlijk een levend museum. Schoenmakerij De Bakkersteeg in Leiden. Ruud repareert schoenen en Marianne leren tassen. Ja, heel veel mensen, met name oudere mensen die hier binnenkwamen, die zeiden echt van, ja, dit heb ik vroeger gezien bij mijn schoenmaker, vroeger op het dorp bijvoorbeeld. Zo'n sfeer heeft het ook. Je stapt hier echt de jaren 30 binnen en de tijd heeft hier echt stilgestaan. Hun liefde voor het vak is enorm, maar helaas geldt dat niet voor de vraag naar hun vakmanschap. Ja, dat is natuurlijk wel heel erg jammer, maar dat komt natuurlijk voornamelijk doordat de schoenen te goedkoop zijn om te repareren. Dus de arbeid is natuurlijk duur en dat weegt dan niet tegen elkaar op. Dus helaas hebben we besloten om ermee te gaan stoppen. En ja, heel jammer dat er geen opvolger komt. Een jong iemand stapt hier gewoon niet meer in. En dus zijn veel spullen uit de werkplaats inmiddels al verkocht. Ja, het doet wel pijn, ja. Want dit is wat je net zei, het is een museum. Het is echt een collectie, dit hoort bij elkaar. Dit is opgebouwd in jaren gewoon. Het is echt zo gegroeid. En ja, nu moeten we het uit elkaar halen. Dat is toch ook wel pijnlijk inderdaad. Marianne gaat verder als orthopedisch schoenmaker en Ruud weet nog niet precies wat hij gaat doen.